Goeiedag, Stefan van Heijst, bij Crop Science. Ja, ik sta weer op het volle grondschoentenplatform in Etten-Leur. Hier achter mij zie je de spruitkool. Die zijn mooi weggegroeid. Gisteravond hebben ze hier zo'n 10 mm water gehad. Was zeer welkom. De planten zijn nou echt mooi aan de gang. Nou, zoals je kunt zien ligt daar een net overheen. Om ze in ieder geval te beschermen tegen de duiven. Onkruidbestrijding zit erop. Vanmorgen hebben ze hem voor de tweede keer gespoten. Het is een mooi onkruidvrij, dus op de vochtige ondergrond hebben we in ieder geval de bodemherbicides een goede uitgangspunt gehad. Ik zal even bijdraaien, ik sta hier zelf nu in de peen. Hier achter mij, die is anderhalve week geleden gezaaid. Die staan er ook netjes op. Ook vanwege de neerslag hebben die nou mooi kunnen kiemen. Ik heb hier net een fieldmeet geplaatst. We willen hier ook gaan kijken wat de vochttoestand is en de temperatuur willen we hier bijhouden. Ik heb ook de solmeet geplaatst, die zie je hier aan de rechtse kant onderin. Bodemvocht willen we in de gaten houden en zodoende willen we alle parameters gaan verzamelen om die van een zo goed mogelijke bestrijding weg te kunnen zetten. Ik hou in ieder geval op de hoogte, tot de volgende keer.